Het is wat vroeg. We zijn weer een keer met een vlog. En dit keer gaan we de unboxing van de Jumbo actie. Gratis actie in het boodschappenpakket. Ter waarde van 40 euro. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat krijg je voor deze zegeltjes? Oh, wacht. Dat is onze Tilly. Hallo. Hallo. Hier. Ik ben een beeldgek. Even. Shh. Goed. Dus wat krijg je als je zo'n kaart vol hebt? Wat zit er dan in die doos? En je moet even kijken, 40 stickertjes hebben. En wanneer krijg je een stickertje? Bij iedere 10 euro. Dus voor 400 euro krijg je... Daar gaan we. Unboxing, het Jumbo boodschappenpakket. Wat ik wil? Jo. Pepsi Max. Waarom Max? Jumbo? Zijn we verplicht aan het diëten? Jammer. Ik hoop dat ik nog Coca-Cola ook tegenkom, maar ik ben benieuwd. Wat is dit? Colgate. Voor frisse adem. Met andere woorden zeggen ze, als je zoiets geeft, je meurt uit je... Oh jee, ik zie al iets. Spa, dat gaat altijd in. Altijd handig voor in de auto, altijd een flesje water bij. Helemaal top. André Long. Kokosboost. Nou, dit is dat je het niet kunt drinken, anders had je er een pina colada van kunnen maken, volgens mij. Soepie. Wat hebben we? Romige tomatensoep. Kun je niet? Zitten geen balletjes in. Rijst, lekker lijst, witte lijst. Macaroni of spaghetti mix. Nou, ook dit. Falafel. Zijn die balletjes, weet je wel? Wat zijn dat, Turkse? Volgens mij Turkse of Grieks ballen. Kijk eens. Marie Kuksjes. En dit snap ik niet, hè. Let op. Kun je het zien? Yoghurt. Va-yoghurt. Durf. Oftewel, Dorf. Essential. Lekker. Basilicum spaghetti saus. Keukenrollen. Zijn zeg maar scheidpapier XXL. Voor de hele grote scheiders. En dan, ja, hier wil ik het even met je over hebben. Wacht even. Dan is de box, de doos is leeg. Nou zit er dus in die doos robijn. Black Velvet. En ik weet niet of je de reclame van deze nog kent met Jules Deelder. Die heeft gezegd, wat zwart is, moet zwart blijven. Oh, hier spelen mijn zwartwaspraktijken zich af. Want wat zwart is, moet zwart blijven. Nu wil ik me dus niet bemoeien met de hele Sinterklaas en Zwarte Pieten discussie. Maar ik denk dus dat de Jumbo door dit in hun pakket te doen, toch een statement maakt. En tot de Jumbo zegt, Zwarte Piet moet blijven. Dus, de conclusie, er zit denk ik voor toch wel 40 euro aan kneut in. Maar Zwarte Piet, die moet blijven. Ben je het ermee eens? Even liken, mazzel. Wakker worden doe je met Christus wat vroeg. Elke werkdag tussen 7 en 9 op Maasland Radio.